dat na de crisis. En het halve beroep over het opheffen van de avondklok is aan de gang. Eerder deze week besliste de rechter dat het kabinet de avondklok niet had mogen invoeren. En daarop ging de staat gelijk in hoger beroep. Inmiddels heeft het kabinet een spoedwet gemaakt die de avondklok, hoe het hoger beroep ook afloopt, mogelijk maakt. Daarom verstemt de Eerste Kamer vandaag. Het weer, eerst nog zon, vanmiddag meer bewolking. Het wordt 7 tot 12 graden. Het weekend veel zon.